Gemeente, de vader wist. Van tevoren dat, dat dit met zijn zoon gebeuren zou. En toch deed hij het. Zijn zoon zenden. Opsturen. Terwijl hij wist dat er met hem gesmeten en gegooid zou worden. Dat hij aan stukken zou gaan. Maar hij deed het. Hij stuurde zijn zoon. Weet u wat, wat het wonderlijk is? Dat sturen. Dat betekent in het Hebreeuws ook nog loslaten. Nou, dan gaat het nog iets meer wegen, wat mij betreft. Dat raakte mij wel. Loslaten. Gemeente. Welke vader doet dat nou? Welke vader hier in Silla's Hoek laat ooit zijn kind los? Als je weet wat er met dat kind gebeuren kan. God deed het. Heren, heren, zend uw... Kind, het licht der wereld. En God liet los. En hij liet zijn kind vallen in die pijloze diepe diepte van onze duisternis. Romeinen 8 zegt het zo diep. Hè? Die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven was een oude zeeman in Katwijk. En, uh, die hield ontzettend veel van de Heer Jezus. En die kon er vaak zo beeldend over vertellen. En dan in zijn eigen talen, in zijn visserstaal. En die zei een keer: Weet je wat het is? De vader die gaf zijn zoon, die zette hem als het ware uit het schip. En dat kind dat, dat hing nog aan dat schip, maar dat moest eruit van de vader. En, en, en toen heeft de vader. Heeft zijn handen losgemaakt. Waardoor dat kind zonk in de diepste diepte van de duisternis. Gemeente dat God zijn zoon zendt, betekent dat hij zijn zoon loslaat. En beseffen we dat altijd wel? Ook met kerst. Als we samen dat lied gaan zingen: Oh kom, oh kom Emmanuel, prachtig. Maar een van de coupletten gaat zo: O kom, o kom gij Oriënt, en maak uw licht al onbekend, en verdrijf wat nacht of nevel is, afschuwelijk door de duisternis. God laat los zijn zoon, omdat Hij ons verloren zondige mensen niet los wil laten. Zegt het avondmaatsformulier, hè? hij verlaten, hij losgelaten, opdat wij nimmer meer verlaten, losgelaten zouden worden. Gemeente, God moet als het ware de handen vrij, de handen vrij om u en mij te kunnen redden. En, en om die handen vrij te maken, geeft hij zijn zoon. God zendt zijn zoon, laat los. En zo laat hij merken dat hij zondige mensen niet wil loslaten, sterker nog. Niet wil loslaten, gemeente. Hij, hij wil je vastgrijpen. Waar je ook bent en wie je ook bent. Zit, zit trouwens ook in dat woordje zenden. Dat woordje zenden betekent namelijk ook zoiets als richten. Dat is een prachtig woord in het Hebreeuws. Dus het betekent opsturen, loslaten, richten. Daarom is vertalen vaak zo moeilijk, gemeente. Want hoe vertaal je het nou? Het betekent ook richten. Gemeente God, God laat niet zomaar los, maar heel gericht. Hij is gericht op de wereld. Het volk zegt hij dat in duisternis wandelt. Ik weet echt wel wie je bent. Ik weet ook voor wie ik het doe. Voor hen zal een licht opgaan.